vaart tegen de rots aan. Ja. Maar Maarten, dat je eerst je benen moet gebruiken en dan je rug, dat is geen nieuws, hè? En ook proberen om de bovenpartij wat ontspannen te houden. Je kan je daar goed voorbereiden. Je mag wat mij betreft best iets meer inbuigen. Dat zien we zo aan de zijkant wel. Als je dan je rug maar vasthoudt, de zijkant maar. Rustig aan, hè? Rustig aan op je slides. Neem de tijd. Neem de tijd om je goed voor te bereiden. En je ziet het, je houdt gewoon vrij veel ruimte over tussen je buik en je benen. Dus zorg dat je iets beter inbuigt. Dan wordt de boel gesloten. En we toch bezig zijn. Neem je armen mee in de vaarrichting, je ellebogen met name. Maar ik kan wel zien in de trap dat je er sterk genoeg voor bent. Je hebt grote lange poten, gebruik ze ook.